Stefanie van Broek, we zijn terug op Sinai. Je hebt hier vele mooie momenten beleefd. Hoe is het om hier terug te zijn? Ja, het is natuurlijk heel plezant om heel veel bekende gezichten hier te zien. En, ik heb er inderdaad een hele mooie tijd gehad. En, ik denk daar soms nog wel aan terug, omdat dat, ja, we hebben 3 keer de beker gewonnen en we hebben hier wel heel schone wedstrijden gespeeld en zo. Dus het was wel heel plezant om nog eens hier te spelen. Het was vandaag wel maar een oefenmatch. Hoe is dat meegevallen? Ja, we missen heel veel speelsters door examens en geblesseerden en zo en nationaal ploeg. Maar we hebben daardoor wel wat moeten schuiven en ja, het veld lag er ook heel slecht bij, waardoor dat moeilijk voetballen was. Maar dan nog hadden we eigenlijk hier altijd moeten winnen en het sloeg wel iets tegen. Maar de andere ploeg was gemotiveerd, want ze wisten dat er een paar ex-speelsters kwamen. Hè? Ja, het was wel plezant om nog eens tegen een aantal te spelen waar je zoveel jaren bij hebt gespeeld. En die proberen dan natuurlijk ook tegen zo'n ploeg uit een hogere reeks om dan een resultaat neer te zetten. En dan misschien lag het veld wel iets meer in hun voordeel dan dat wij erop konden voetballen. We zijn halfweg de Benelig. Hoe is die eerste ronde meegevallen voor jullie, voor jou? Ja, voor Antwerpen is die natuurlijk niet zo goed gegaan, omdat we hebben nog 3 keer gelijk gespeeld en voor de rest hebben we nog geen punten gepakt. En we hopen natuurlijk dat om 2014 veel beter te doen dan in die heenronde. Maar we zijn als groep wel al enorm gegroeid en ik denk dat dat alleen maar kan verbeteren voor de rest van de competitie. Hoeveel plezier deed het dan om afgelopen woensdag de eerste officiële overwinning van het seizoen te hebben met de winst op 10e voor de beker? Dat deed heel veel deugd en ik denk dat de druk op voorhand was heel groot, want wij waren natuurlijk een ploeg uit de Benelux, dus wij moesten winnen. Mm-hmm. En ook omdat iedereen verlangde van ons eindelijk die eerste overwinning. Dus die druk was wel heel hoog en daardoor denk ik dat het een heel moeilijke wedstrijd was. Maar om die dan af te sluiten met een winst, dat was natuurlijk fantastisch. Er was ook een fase in die match waarbij dat de scheidsrechter eerst een rode kaart gaf, dan een hele kaart. Wat is daar precies gebeurd? Ja, door een korte terugspeelbal denk ik, waarbij Rihanna ertussen zit en ze wordt gehaakt door de keepster. Ik denk dat dat dan een logisch gevolg is dat de keepster dan rood krijgt, want er was eigenlijk geen verdedigster in de buurt. En dat gebeurde dan ook, maar dan plots veranderde de scheids. Ik weet niet of dat in de reglementen toegelaten is of zo, want we verschoten daar eigenlijk wel allemaal van. En gelukkig dat we dan erover konden gaan, want ik denk dat anders nog een discutabele fase gaat geweest zijn. Ja. Morgen speelt de Belgian Red Flames een oefenmatch tegen Arras. Jij bent er niet meer bij op dit moment. Hoe voelt dat dan? Ben je daar spijtig over of is dat een bewuste keuze? Ik heb een bewuste keuze gemaakt om vorig jaar, in het tweede deel van het seizoen, september, oktober, was het heel moeilijk met mijn werk en zo. En dan heb ik een bewuste keuze gemaakt om er niet bij te zijn. En nu ben ik wel terug beschikbaar, maar ja, ik hoop natuurlijk dat ik nog terug opgeroepen word. Maar daarvoor gaan we denk ik met Antwerpen eerst terug een paar resultaten moeten halen, waardoor dat we dan terug vertrokken zijn. We zijn een nieuw jaar begonnen ook, 2014. Wat is de wens persoonlijk voor de club, voor jou? We hopen natuurlijk met Antwerpen om van die laatste plaats weg te geraken en nog een aantal plaatsen te stijgen. Wat toch de ambitie was van het begin van het seizoen. En die proberen we toch nog altijd te houden. Want ik denk dat we met deze groep echt wel potentieel hebben om nog een paar mooie resultaten te halen. En ik hoop dan natuurlijk ook dat de mannen van Antwerpen dat die ook financieel gezond blijven. Waardoor dat we volgend jaar naar een mooie ploeg kunnen gaan uitbouwen. En dat we dan naar volgend seizoen toe toch kunnen blijven voortdoen daar op de Antwerpen. Want met die supporters en zo is het echt wel een fantastische sfeer. Ja. Dat was een succes in de eerste ronde, de thuismatch voor die veel supporters. Hè? Ja, dat was natuurlijk fantastisch, maar niet alleen de thuiswedstrijden, want ook in de uitwedstrijden waren er altijd een heleboel aanwezig. En die brachten ons eigenlijk wel door die wedstrijden heen en die bleven ons steunen, alhoewel dat we regelmatig verloren. En dat zijn we die supporters wel heel dankbaar en we hopen natuurlijk dat we die nu iets kunnen teruggeven met een paar overwinningen. Te beginnen op Heerenveen of misschien liefst tegen welke club dan? Ja, we gaan op Heerenveen natuurlijk al starten om een zo goed mogelijk resultaat daar neer te zetten. Dat is natuurlijk al direct een harde klepper. Maar de weken daarachter komen de wedstrijden aan dat we zeker punten gaan moeten pakken. Want dan komen de Belgische tegenstanders eraan, onze rechtstreekse tegenstanders. En daar gaan we zeker punten tegen moeten pakken als we van die laatste plaats weg willen natuurlijk. Oké, dankjewel. Veel succes. Bedankt. Dag.